Ik ben Kees van der Kooi. Ik ben in 1952 geboren. Dus ik ben al over de 65 heen, al officieel geëmeriteerd als hoogleraar theologie, systematische theologie of dogmatiek aan de Vrije Universiteit. Daar heb ik ook mijn opleiding gehad. Ik ben een poosje predikant geweest, 8 jaar in Leimuiden. En daarna in 1993 ben ik aan de Vrije Universiteit komen te werken als medewerker en later als hoogleraar systematische theologie. Samen met mijn vrouw Margriet van der Kooi heb ik 4 kinderen, 4 volwassen kinderen en 8 kleinkinderen, wat erg leuk is. En wat bijzonder is, wil ik ook wel zeggen, dat ik een heel leuk huwelijk heb waarin we elkaar goed geprikkeld hebben en aan elkaar geslepen en opgebouwd. En ja, eigenlijk is het steeds leuker geworden, dat wil ik ook wel zeggen. Nou, dat is heel noemenswaardig. Ja, echt waar. Dus het is steeds leuker geworden. Dus dat heeft ook iets te maken met investering. Met weer opnieuw investeren, ook als het een keer blokkeert. En dat je dan niet gelijk voor een bankruptcy, bijna faillissement, zou terugdeinzen of zo. Nee, investeren. En dat geeft in dit opzicht heel, heel veel. Nou, dat vind ik aardig om te zeggen. En ik kan het gelijk verbinden met economie. En in 2018, toen mijn emeritaat eraan kwam, werd ik opgebeld door Harry Commandeur en Paul Vergeest. En die zeiden van, kom je bij ons op de Erasmus werken? Je doet veel aan wat we dan noemen publieke theologie. Dus dat je zegt, eigenlijk uitpakt wat theologie betekent in de samenleving, in het publieke veld, in de politiek, in de relaties. En ik ben ook een vakbondsjongen van een achtergrond. Heb in de ondernemersraad van de Vrije Universiteit gezeten. kom op het snijvlak van theologie en economie bij ons werken. En dat doe ik sindsdien met heel veel plezier. Dus ik werk daar met Paul en met Joost Hengspengel in een minor. Dat is voor studenten en er is een leiderschapscursus vanuit wetenschappelijk perspectief voor executives. Nou, het woord executive kon ik eigenlijk nauwelijks uitspreken, dat vind ik gewoon een moeilijk woord. Maar goed, dat zijn leidinggevenden of hogere leidinggevenden. En daarin bespreken wij simpelweg elementen en begrippen waar elke leidinggevende in een organisatie wel mee te maken krijgt. En het aardige is daarvan dat je dan ziet dat heel veel begrippen die in de economie spelen, dat die ook in de theologie spelen. En dat die twee velden elkaar dus in feite overlappen. Je moet wel een vertaling maken soms, maar in beide vakken gaat het over relaties tussen mensen. Het systeem heeft heel veel overlap. Ja. En wat is binnen die faculteit die u eerder benoemd, waar je onder andere met andere hoogleraren zit en onderzoekers, uw expertise? Aan de theologische faculteit van de VU was dat dogmatiek, zoals we dat dan noemen. Dus, en wat is dogmatiek? Nou, dat is simpelweg, laat ik maar een huis, tuin en keukendefinitie nemen, een beetje fatsoenlijk praten over God, mens en wereld. Zo simpel is het. En binnen de faculteit op het Erasmus is uw expertise, doet u daar ook onderzoek? Ik heb samen met Niels Rietveld, econometrist, een stuk geschreven over ondernemerschap. God als ondernemer. En wat nou, als je nou naar de Bijbel kijkt vanuit het oogpunt van investering en ondernemerschap, wat komt er dan uit? Wat voor soort, wat zou dat kunnen zeggen over goed ondernemerschap? Dat was een heel leuk project en dat zetten we ook voort. Dat is een stukje onderzoek en wat we nou ook gaan doen is dat we proberen om fundamentele begrippen, zoals bij
om die zowel in de economie spelen als in de theologie, om die te verdiepen en te kijken hoe dat met elkaar zich verhoudt. En dan ook, dat zal ook een slag zijn om dat vanuit de economie empirisch te benaderen. Dus zowel vanuit de theologie als vanuit de economie. En heeft u daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld bij het woord, laten we het woord schuld nemen. Het Latijnse woord is debitum. En als je Engels kent, dan weet je debt. Ja? Maar dat is natuurlijk gewoon een afkorting van het Latijnse woord. Nou, debitum is in het middeleeuwse Latijn gewoon een geldschuld kan betekenen. Maar we weten ook dat als iemand niet zich aan zijn verplichtingen houdt en zijn schuld aflost, dat een ander daardoor in de problemen kan komen. Dan krijgt een geldschuld ineens ook een morele lading krijgen. Nou goed, dat element van wanneer krijgt het nou een morele lading? Wanneer krijgt het een morele lading? Wanneer je een werkmaatschappij failliet laat gaan. Ja? Is dat, of kan je dat gewoon laten doen? Is dat, want het wordt ook als een truc gebruikt, ja? Om van dingen af te komen. En om van verplichtingen af te komen. Nou goed, dus dat is een woord waarbij schuld zowel een economische, puur een financiële element kan hebben, maar ook een morele lading kan krijgen. Dus ook bijvoorbeeld het economische woord ondernemer. Nou, wat ik zo net noemde, entrepreneur. Dat is iets investeren, ja? Dat is iets wat wij in onze wereld van relaties en geld en goederen, wat we zien. Zou je ook zo kunnen kijken naar de Bijbel, naar het Bijbelse narratief? God als ondernemer, als investeerder. Dan wordt het ineens weer op een andere manier spannend misschien. Ja. Had het ook mis kunnen gaan? Ja. Er zijn wel elementen in de Bijbel die daarop wijzen. Dat is niet allemaal, er staat soms in de Bijbel van dat de Heere God zelf zegt van misschien zullen ze luisteren. Denkt u dat daar voor de mens ook nog iets te winnen valt? De Bijbelse begrippen en wat de Bijbel ons leert om dat in ons sociaal maatschappelijk vlak ook op te nemen? Ja, ik denk dat hier heel veel te winnen valt. Wat hier te winnen valt is dat initiatief en liefde geven, relatie leggen, dat leidt tot winst. Gewoon winst. Ja? Wat Lans Bovenberg steeds benadrukt, een win-win situatie. Ja. Ja? Niet zo van the winner takes it all. In de Bijbel is het zo dat, niet de winner takes it all. De Heere God die schept behagen in de bloei van de mens. Irenaeus van Lyon, hele oude kerkvader al, die zei al, de eer van God is het geluk van de mens. Het is dus niet zo dat God alles is en de mens niks. Nee, de Heere God die heeft lol in het maken van een schepping. En hij houdt vast. Die het werk van zijn handen niet laat varen. Foten en groet in de kerk, in de kerkdienst. Dus, met andere woorden, hij is iemand, zegt het christelijk verhaal, die de boel niet laat schieten. Die de stekker er niet uittrekt. Terwijl hij af en toe daar wel zin in had. Hij had het gehad met het volk Israël. En dan zegt hij tegen Mozes van, ik ga wel met jou door. Wat denkt u dat daarin te leren valt voor de mensen die zelf geen religieuze overtuiging hebben? Nou, in ieder geval dat in een religieus narratief, in een narrative, in een religieus verhaal, in zo'n achtergrondverhaal, daar zitten dat zijn motiverende verhalen die ook toekomst openen, waar hoop in zit, waar hoop geschonken wordt. Waar wordt verteld dat onze wereld niet leeg is,
niet er zomaar is, maar een geschenk is. Oh, dan wordt de boel ineens niet meer neutraal, maar dan wordt het iets positiefs. Ja. Een geschenk. Wat er ook niet had kunnen zijn. Nou ja, dat, hè. En het leuke van een goede ondernemer is dat hij iets maakt wat er ook, als hij niet dat initiatief had genomen, niet was geweest. Ik denk dan ook dat mensen niet dankbaar genoeg zijn voor wat ze ontvangen en dat daar tot die eigen rijkheid ook weer stellen. Ja, ik denk dat dat heel veel mensen die beschouwen het leven eigenlijk als ja. Iets wat er is, maar wat je niet snapt wat het is. En dat snap ik wel, dat je dat niet snapt wat het is. Maar als iets dus neutraals of iets wat leeg is. En dan is in ieder geval, zou ik zeggen, dat vanuit dat theologische blikveld er een licht op onze werkelijkheid en op relaties en op de dingen gegeven worden waarin het niet meer neutraal is. Maar het gaat ergens om. Het wordt spannend. Het wordt een geschenk. En aanvaard jij dat geschenk? Ga je ermee op weg? Of laat je of verknoei het? Laat je het in feite wegvallen? En de manier waarop ik mijn leven vormgeef en waarop ik mijn vak vormgeef, daarmee ben ik nou op de een of andere manier zelfs een beetje medewerker van de schepper. Hé, het woord medewerkerschap, ja? Dus je bent een beetje franchise-holder, ja? Oké, en dat probeer je goed te doen, want een goede franchise-holder heeft er zelf ook wat. Die heeft er zelf alles aan. En laten we zo maar zeggen, op het hoofdkantoor vinden ze het leuk om ook vinden ze het goed om tegenspraak te krijgen en nodigen ze uit dat meedenken, zodat de bedrijfsvoering beter kan. Ja? En de klant gelukkiger, en je weet als de klant gelukkig is, dan ben jij, word jij ook gelukkig. En de eigenaar ook, ja. Ja. Ik kom weer terug bij de win-win situatie. Dus dan kom je weer bij die win-win situatie. Dus geen cynisme. Als we het hebben over kwaad en over beperkingen die altijd ook optreden. En ook over, nou ja, gewoon fouten. Mensen die fouten maken, soms willens en wetens. Dingen die niet goed zijn. Nou, dan kunnen we het Bijbelse woord zonde gebruiken. In dat leerboek wat ik samen met Gijsbert van den Brink heb geschreven, Christelijke Dogmatiek, praten we over een gezonde zondeleer. Aha, gezonde zondeleer, ja meneer. Dat vond ik nou leuk om dat te bedenken. Kijk, de mens is niet één blok zondigheid en slechtigheid. Nee, de zonde is bijkomend. De mens is niet essentieel vanaf de schepping getekend door zon. Er zijn wel religieuze systemen die hebben gezegd, zoals het Zoroastrisme, dat die mens ja eigenlijk intrinsiek, dat lichamelijke, dat is slecht. Zo niet de Bijbel en Christendom en Jodendom. Nee, kwaad en zonde is bijkomend en heeft wel veel bedorven, maar niet essentieel. Met andere woorden, er kan verbetering optreden. Er kan oefening optreden. En daarmee krijgt in een gezonde zonde, de zonde krijgt zijn plaats gewezen. Namelijk als iets wat veroordeeld wordt, wat niet kan, wat niet zou moeten. En we doen zoveel mogelijk aan damage control. Ja? Dat moet je in je eigen leven ook doen. Ja. Als dingen... Jammer genoeg wel. Ja, nee, je moet dan damage control doen. Je moet, het is nou fout gegaan. Nou, hoe reageren we erop? Hè? Dus, het eerlijk onder ogen zien, dat is één stap. Niet onder het vloerkleed schuiven. Onder ogen zien. Benoemen.
en proberen zoveel mogelijk op te lossen en het niet alle gewicht te laten geven. Dat is lastig. En wat is daarin, in de dingen die je benoemt, uw droom, waar de samenleving hopelijk de komende tijd naartoe zal bewegen? Nou, dat klinkt weer heel groot. Maar dat is het ook. Ja, nou ja, dat wij langzamerhand in onze productie en in ons Nederlands omgaan met de schepping, dat wij weer nu, opnieuw leren ons te verhouden tot wat ons geschonken is in deze wereld en deze kosmos. Zodat we niet de mens alleen maar centraal stellen, maar dat we ons realiseren dat al het Bijbels narratief zegt, ja, eigenlijk eerst de wereld. Wij zijn onderdeel van deze wereld. Ja, u heeft het over dat we ook voor de aarde moeten zorgen. Hoe zou u dat eigenlijk in de maatschappij vormgeven? Hoe de economie daarop in kunnen richten? Nou, ik denk dat dat nog steeds, dat dat heel erg zoeken is, maar dat betekent dat wij heel erg zullen moeten investeren op onderzoek, bijvoorbeeld op waterstofmogelijkheden, op elektriciteit, dat zal ook wel weer wat voorbijgaand zijn. Maar als het gaat om de verwarming bijvoorbeeld, en de transitie van steenkool naar aardgas, van aardgas naar, ja, wat? Grondwarmte of naar zonnepanelen. Nou, zulke huizen als dit, die zijn daar is er gewoon de techniek nog niet voor. Nee. Dus hoe ik dat voor me zie, economisch, dat in ieder geval programma's van investering. Ja, en dat we nadrukkelijk denken over ons voedsel, de dieren daarin, dat dieren daarin een rol spelen. Ook gewoon het feit dat wij als mensen leven ten koste van leven. Dus dat we daarin ook al niet alleen maar de users moeten zijn, ja, die het aan zich trekken, ja, maar die het weer, ik zeg, ontvangen. En die dat dus in dankbaarheid en voorzichtigheid en grote verantwoordelijkheid plegen te doen. Moeten doen. En als laatste vraag, hoe denkt u dat we op laagdrempelige manier zelf dat verschil kunnen maken? Wat zou u mee willen geven? Door dicht in je omgeving, je moet groot denken, maar we moeten vooral ook dicht in onze omgeving blijven denken en handelen en daar ingaan op initiatieven. Meer en meer lokaal, ook lokaal denken, local, hè, globaal, lokaal. Maak het, probeer het ook voortdurend wel concreet te maken, ja, omdat het anders wordt het luchtfietserij. Ja, dat is, en dan zijn het vaak kleine stappen. Is dat vervelend? Ja, maar wel zo gaat het. Nou, dan wil ik u bedanken. Mooi. Voor uw tijd en het goede gesprek. En ik wil afsluiten.